Welkom bij Veentjes. We gaan vandaag paasversieren maken. We hebben zo een karton bordje en we hebben daar een groot gat in geknipt. Mama gaat even met het witte lint er rond doen en ik ga de staartjes erop plakken van de haasjes. We hebben een slinger met kleine haasjes. Dat is de eerste stap van onze paaskrans. We gaan een mooie versiering maken. Jullie kunnen dat thuis ook doen als je een fijn lint hebt en een bordje of al een gekleurd bordje. Dat is ook al gemakkelijk, dan hoef je geen lintje erom te doen. Ja. Als het klaar is, laat maar eens zien. Hè? Okay. En straks gaan we al de dingen samen plakken tot een mooie krans. Heel mooi, ze hebben schattige staartjes. Hè? Ja. Okay. Ze lijken een beetje op jouw konijnen. Ja. Ik ben bijna klaar met het lintje. Vertel al eens over dit. Wat is dat hier allemaal? We hebben zo van dat soort stro zo in verschillende kleurtjes gewerkt. Dat daar mooi regenboog kleurtjes zijn. En dan gaan we straks zo kleine toefjes op die ring plakken. Ja. Ondertussen is het bovenste deel van mijn krans, onze krans, al klaar. Ik zal het eventjes laten zien. Ik plak het vast gewoon met een plakbandje. Zo. Een glanzend lint om het mooi af te werken. Ik kan ook een ander kleurtje gebruiken. Oké, en Josephine gaat nu mooie toefjes van dit gekleurd stro op onze krans plakken. Ja. De onderkant gaat ze volledig met lijm doen. En dan gaan we dat misschien samen doen, die toefjes plakken. Hè? Dat een beetje vooruit gaat. Ik ga met roos beginnen. Met roos beginnen? Ja. We hebben een mooi paars roos gemaakt. Voilà. En we gaan nu onze onderkant van de krans mooi versieren. Ik begin ook daar. Niet maar. Mooi versieren met stro, met paasstro. Dat is grappig. Ja, doe ook wel een beetje meer lijm, zo. Een beetje meer lijm? Nee. Dan hebben we zo wat rood, oranje. Zo. Ja, en hier ook nog een beetje. Zo, rood, oranje. Moet een beetje opzij, zodat je het kunnen zien, hè. Rood, oranje. En geel. En geel. En jij hebt ook geel plakken? Ja. Oh, dat is mooi. Je verf nog een beetje nat. Ja. Ja. We dat even moeten laten drogen in het zonnetje vandaag. Ja. Dat alles goed gedroogd wordt. En dan nog een beetje blauw. Een beetje blauw. Zo. Ga je dat eens laten zien? Goed nu. Goed vastgeplakt? Ja. En met deze ook? Ja. Oké. Kijk. Wauw. Wow. En nu gaan we onze konijntjes in het zachte stro leggen. We pakken onze slinger. Klaar? We gaan dat met een plakbandje doen. Ah, oké. Okay. Zo. En draaien. Ja, ja. Even met een plakbandje. Hups. Met twee zijn is handig. Hè. Plak maar vast. Ja? Ja. De touwtje aan de achterkant vastplakken. Ja, plak maar. Oh. Andere kant. Kijken of dat goed is. Ja, hier. Misschien de restjes een beetje wegknippen. Altijd handig, want netjes werken, ja. Zo. Dan hebben wij een paaskrans. En om het helemaal af te maken, doen we nog een gekleurd lintje. De rand. Voilà. Om hoe mocht hangen. Je kan het aan je deur hangen. Aan je deur hangen. Of klaarzetten voor de paashaas. Die gaat dat misschien ook wel leuk vinden. Ja. Fijn paasfeest allemaal zondag. Goed eitjes rapen. Ja. Fijne vakantie ook. Dag. Dag.